Goedenavond, luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Kerkelijke Ontmoetingen. De vele felicitaties en goede wensen die zijn binnengekomen gaan deze avond naar hen die in de maand mei iets te vieren hadden. En dat waren mevrouw Menema Hakkersteeg, B99 in Autoland. Mevrouw M.D. De Leeuw Bikker, Leisterstraat 69. Mevrouw A.A. van Donk-Colijn, Kerkstraat 39. Mevrouw T. van de Graaf, Margrietstraat 37. Mevrouw A. den Hartog Baan, Wilhelminestraat 3. Mevrouw N. Speld Verhaard, Fortuinplein 11a. Mevrouw P. S. L. van Voorthuizen van de Ree, Wilhelminestraat 7. En de heer D. C. van Voorthuizen, Wilhelminestraat 7. De heer J. Brandwijk, Julianestraat 61. En de heer P. Brouwer, Grutelstraat 22. Ook zijn er twee huwelijksjubilea en dat was op 7 mei het echtpaar Huisman van Wijngaarden, Gellekenes 47, 40 jaar. En op 22 mei het echtpaar Hakversluis, Marijkenstraat 48, 65 jaar. Allen van harte gefeliciteerd en God zegen op uw verdere levensweg. Ook een hartelijk welkom aan hen die het moeilijk hebben in ziekte, zorgen of rouw. In het bijzonder hen die kort of langer geleden aan het open graf van een geliefde stonden. Luisteraars, ik kan niet anders dan u de vertroostende nabijheid van u de Heere toewensen in uw gemis en verdriet. Wij mensen kunnen wel woorden van troost spreken, maar werkelijk troosten kan alleen de Heere. Ik wens u allen een gezegend luisteren toe, luisteraars. Op het eerste verzoekje van vanavond staat Wouter Lauw wil al de jarigen in de zaaien vermeld van harte feliciteren met de vermeerdering van hun jaren. Ook gedenken wij diegenen die een jubileum te vieren hadden. Wij willen ook u daarmee van harte feliciteren en u allen Gods onmisbare zegen en nabijheid toewensen en zo de Heere het schenkt op uw aller levensweg. Ik wil ook meeleven met degenen die kort geleden aan een graf moesten staan van hun dierbaren. Het gemis wordt zo intens voelbaar als je ze in het graf achter moet laten. Dat we met ons verdriet naar die dierbare eiland en zaligmaker mogen wenden. Vanuit Psalm 33, vers 10 en 11. Wij willen u hartelijk groeten vanaf Fortuinplein 11. U hoort samenzang uit Nieuw-Lekkerland.
en mevrouw van Voorthuizen worden beiden van harte gefeliciteerd met hun verjaardag en Godzegen in hun nieuwe levensjaar toegewenst met een hartelijke groet van Arie en Nees Speld. U hoort samenzang uit Urk met Psalm 98, vers 2 en 4.
Mevrouw de Groot schrijft: Teunie van de Graaf en Rika Menema, Gods genade toegewenst in jullie nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Dikkie de Groot. Graag Psalm 89, vers 19 en 1.
Johan en Corrie Barton vragen het lied aan Zing van zijn trouw zo wondergroot voor Leen en Pia Huisman. Jullie worden van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum en God zegen voor de komende tijd toegewenst met een hartelijke groet vanuit Goudriaan. Kent gij mijn dierbare Jezus niet? Dit lied, gezongen door Onge Roens, is aangevraagd voor de heer en mevrouw van Voorthuizen, de heer Brandwijk en de heer Brouwer. God zegen in jullie nieuwe levensjaar met een hartelijke felicitatie en groet van mevrouw Mennema uit Ottoland. Thank you.
Voor allen die het moeilijk hebben in ziekte, rouw of ander verdriet, Gods genadige nabijheid toegewenst en een meer levende groet van Dikkie de Groot. U kunt luisteren naar Katwijkse Mannenzang met Psalm 42, vers 4, 5 en 7.
Voor alle jarige en niet-jarige luisteraars is het lied Nader mijn God bij u, u naderbij aangevraagd met een hartelijke groet van mevrouw De Kluiver. Van de Graaf, mevrouw de Hartog, de heer Brandwijk en de heer Brouwer wordt psalm 99 vers 2 en 8 gezongen door Onge Roens aangeboden met een hartelijke felicitatie en groet van Arie en Nees Spelt en zij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Het gedicht wat we vanavond lezen is van Christine de Priester en er staat boven de grote vraag. We worden telkens weer erop gewezen, ons leven gaat voorbij, het wordt eeuwigheid. We kunnen het in het woord des Heren lezen, maar telkens zien we ook de werkelijkheid. Veel bloedverwanten zijn ons reeds ontvallen, we hebben wenend bij hun graf gestaan. We weten het, en dit geldt voor ons allen, het stervensuur breekt spoedig voor ons aan. Het is de grote vraag, nu wij nog leven, ben ik geborgen voor de eeuwigheid? Is mij om Christus wil mijn schuld vergeven? Is hij mijn borg die bij de Vader pleit? Geen ware rust is buiten hem te vinden, alleen in hem kan ik voor God bestaan. Dit mogen mij aan zeer een troon verbinden, hem smekend, zie mij toch in Christus aan. O God, geef mij uit hem te mogen leven. Geef mij een hart dat voor de zonde vreest, maar ook begeerig is u aan te kleven. Daartoe bearbeid door de Heilige Geest.
Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Mevrouw Minnema en mevrouw Van der Graaf, hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag en een gezegend nieuw levend jaar toegewenst met een hartelijke groet van Johan en Corrie Barton. Op het volgende verzoekje staat: graag wil ik het volgende lied aanvragen, staande op de belofte van mijn Heere en God. Bestemd voor echtpaar van Voorthuizen, mevrouw Van Donk, mevrouw Spelt, mevrouw De Leeuw, Rika Menema, Ali Baan en Teunie van de Graaf. Met een hartelijke felicitatie en groet van Adrie van Meerkerk. U kunt luisteren naar Mannenzang uit Katwijk aan Zee.
Alle zieken, eenzamen en bedroefden wordt vers 4 en 5 van Psalm 56 aangeboden. Arie en Neerspelt wensen u van harte de nabijheid van de Heere toe in alle zorg en verdriet. En Henk Hendrikse wenst alle zieken en eenzamen Gods nabijheid en vertroosting toe. U wordt samenzang uit Groot Ammers. Thank you.
jarigen van de maand mei krijgen een hartelijke felicitatie en een lied aangeboden met een hartelijke groet van Adriaan Spek. En Teunie van de Graaf krijgt een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met een hartelijke groet van Willy de Kluiver. Voor u het lied Er is een God die hoort.
Arie Speld schrijft: voor de verjaardag van mijn lieve vrouw Nees wil ik een psalm aanvragen en ook het gebed voor het verdere leven met psalm 84 vers 1, 5 en 6. Deze psalm is ook aangevraagd voor mevrouw Van Donk en mevrouw Den Hartog. God zegen en genade toegewenst in jullie nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Dikkie de Groot. U hoort samenzang uit Grootamers met de versen 1, 5 en 6 van psalm 84.
Maaike Hakkesteer schrijft Rika Menema, Mieke de Leeuw en Teunie van der Graaf hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag en werp al uw bekommernissen op hem, want hij is alle eer waardig. Psalm 89, vers 1 en 3. Voor allen die de afgelopen tijd jarig mochten zijn of iets anders te vieren hadden, maar ook voor hen die verdriet of zorgen op hun pad kennen, God zegen en nabijheid toegewenst namens alle leden van de passage. De bruidsparen Huisman van Wijngaarden en Hak Versluis wordt de trouwe zorg van de Heere op uw verdere levensweg toegewenst met een hartelijke groet en felicitatie van Arie en Nees Speld.
Het christelijk mannenkoor Salvatori uit Dunspeet zingt het lied Looft nu de Heer. Voor de verjaardag van mijn zorgzame buurvrouw mevrouw Spelt wil ik een danklied, Psalm 68, vers 10 en 17 aanvragen en haar een voorspoedig nieuw levensjaar toewensen met een hartelijke groet van buurvrouw Willy de Kluiver. Deze psalmversen worden ook aangeboden aan mevrouw T. van de Graaf. U wordt Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst namens alle leden van de Vrouwenbijbelkring Lydia.
Zachtkens en teder roept Jezus de zijnen, dringend weerklinkt zijn stem. Dit lied, gezongen door Ongeroens, is bestemd voor mevrouw De Leeuw, mevrouw Van Donk, Ali Den Hartog en Teunie van de Graaf. God zegen in het nieuwe levensjaar met een hartelijke groet. Dit schrijft mevrouw Menema uit Ottoland.
Ik wil met u lezen Psalm 89, vers 1 tot en met 38. Een onderwijzing van Ethan de Esrahiet. Ik zal de goede tierenheid des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Daarom loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grootelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere, God der Heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, de wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen, Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van uw troon. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid en de sterkte en door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd, ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken, maar ik zal mijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn, en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen van mijn heil. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David lieg. Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw, Sela. De tekst voor de meditatie is vers 8 van de berijming van Psalm 89, Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Boven de meditatie staat, want God is ons tentschild in het strijdperk van dit leven. Drieërlei heeft de psalmist in deze regel voor ogen, allereerst het leven. Wat is daar al niet over gefilosofeerd? Zelf geeft hij er een uitermate korte en scherpe typering van. Een strijdperk noemt hij het. Een schokkend beeld, zeker als men bedenkt hoe anderen er vaak over denken. Een hemel op aarde, een heerlijk geschenk, zeggen sommigen. Anderen vervallen in het tegendeel,
Een verschrikking, een noodlot dat zich ongevraagd aan ons voltrekt. Maar de psalmist zegt, het is een strijdperk. Zoals hij in diezelfde geest al sprak in vers 7, toen hij woorden koos als het lijden en hun val, woorden die horen bij een strijdperk. Maar hij is niet zo somber over dat lijden, het wordt geen overlijden, want God is hun ten schild. En ook over die val is hij niet mismoedig of wanhopig, want, zingt hij, God zal nooit hun val gedogen, integendeel, hen naar zijn gerechtigheid verhogen. Met andere woorden, tegenover de vijand treedt God zelf voor zijn volk in het krijt. Dat gelooft hij, dat kent hij, dat bezingt hij. Dat is het leven, een strijdperk waarin God en zijn vijand elkaar de eer, de triomf betwisten. En betwisten aan ons leven, om ons, aan ons en in ons wordt de strijd gestreden. En daar is het blijkbaar om begonnen. Of wij eigendom van de macht der duisternis zullen zijn, of met lichaam en ziel eigendom des Heren. Zie daar het strijdperk van wieg tot graf, van jong tot oud, het strijdperk van dit leven. In de tweede plaats geeft de psalmist in onze regel een antwoord op de vraag wie God is. Opnieuw is het antwoord zeer kort en zeer raak. God, zo zegt hij, is schild. Niet een schild, maar, en het is belangrijk daarop te letten, ten schild. Met andere woorden, God is niet iets krachtigs zozeer op zichzelf, maar een kracht voor anderen, een kracht voor zijn volk. God betoont zijn kracht in zijn verbond. Hij is ten, het volk ten schild. Bedenken wij daarbij dat het schild als functie heeft bescherming te bieden tegen de wapenen van de vijand. Een schild vangt de klappen op die voor de onbeschermde mens fataal zouden zijn, dodelijk. Het schild is levensnoodzakelijk. God is ons ten schild. Is God ten diepste en ten rijkste ons niet ten schild in Jezus Christus? Is zijn Heilige Geest ons niet ten schild tegen wat de apostel Paulus noemde de geestelijke boosheden in de lucht? Is zijn verzoenend bloed gestort op Golgotha ons niet ten schild op de dag van het eindgericht? Is zijn heilig voorbeeld ons niet ten schild tegen de afgoden van de geest destijds die ons ter navolging worden voorgehouden? Alle eeuwen door heeft het volk van God dat gekend en het herkent in de woorden van deze psalmist als een vaste en onwankelbare waarheid: God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Maar ook betekent het schild, nu niet naar buiten toe, maar naar binnen toe, sterking. Zijn kracht die in zwakheid aan zwakheid wordt volbracht. Psalm 18 kent dat en bezingt dat in deze regel: het is God die mij met sterkte wil omgorden. Mij gaaft ge uw schild, uw hand heeft mij gesterkt, uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt. Weergaloze, monumentale belijdenis. In de derde plaats heeft de psalmist in deze regel ook ons voor ogen. Ons ten schild. Wie zijn die ons dan eigenlijk? Wie zijn wij? Het antwoord moet opnieuw zeer sober zijn. Het zijn degenen die schuilen achter het schild. Dat is Gods volk, een schuilend volk. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Merkwaardig, altijd zullen ze in dat strijdperk bestreden worden met vurige pijlen, en ze zullen in angst en beven schuilen achter het schild. Maar ook andersom, altijd zullen ze erop uittrekken met hun getuigenis aan de wereld en strijden tegen de vorst der duisternis. Maar slechts door het schild voor zich te houden, zullen ze optrekken, achter hem aan. In strijd en in bestreden worden geldt hetzelfde. God is hun ten schild, altijd. Zonder hem kunnen zij niets doen. Ze strijden ook samen. God is ons, meervoud, ten schild. Ze strijden niet particulier, niet privé, niet eenzaam. Maar hun kracht ligt niet in hun aantal, onderling. Hun kracht ligt louter in het schild. Samen schuilen ze, dat is hun eenheid. Samen roemen ze ook in hun schild, houden ze het hoog, en samen prijzen ze dat schild aan anderen die geen helper hebben aan. Zingend prijzen ze het aan,
want God is ons ten schild, zo juichen ze, in het strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 1, 3 en 4 is aangevraagd voor Mieke de Leeuw en Neerspeld. God zegen in jullie nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Dikkie de Groot. Voor u samenzang uit de Sint Maartenskerk in Zaltbommel.
Enkele versen uit Psalm 121 zijn aangevraagd. Ali van Donk, Ali den Hartog, Nees Spelt, echtpaar van Voorthuizen, de heer Brandwijk en de heer Brouwer krijgen deze psalm aangeboden door Maaike Hakkersticht en zij schrijft: hartelijk gefeliciteerd en werp al uw bekommernissen op hem, want hij is alle eer waardig. Deze psalm is ook aangevraagd door Teus en Siska den Hartog en zij wensen alle jarigen, zieken en eenzamen van harte Godzegen en nabijheid toe. U kunt luisteren naar Samenzang uit Tolen met de versen 1, 2 en 4 van Psalm 121.
Arie en Nees Pelt wensen mevrouw Mennema, mevrouw De Leeuw en mevrouw Van Donk godzegen in het nieuwe levensjaar toe met een hartelijke felicitatie en groet vanaf Fortuinplein. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1 en 6.
Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, vers 1, 3 en 4 is aangevraagd voor de Heer en mevrouw van Voorthuizen. God zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst met een hartelijke groet van Dikkie de Groot.
Een muzikale felicitatie voor de familie Huisman met hun 40-jarig huwelijksjubileum en de familie Hak met hun 65-jarig huwelijksjubileum. De familie Huisman veel sterkte in de komende tijd en de beide bruidsparen Gods nabijheid op hun verdere levensweg toegewenst. Deze muzikale felicitatie komt van mevrouw Menema met een hartelijke groet en Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Johan en Corrie Barton vragen het lied Zing van uw Schepper van Onge Roens aan voor mevrouw Spelt en de heer en mevrouw van Voorthuizen en feliciteren u hartelijk met uw verjaardag en wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. Sing from the
Mevrouw de Groot schrijft: meneer Brouwer en meneer Brandwijk, in jullie nieuwe levensjaar God zegen toegewenst en een hartelijke groet van Dikkie de Groot. En het laatste verzoek van vanavond is bestemd voor alle jarigen en Huip van de Graaf wenst u een gezegend nieuw levensjaar toe met een hartelijke groet vanuit de Hof. Voor uw samenzang uit Geenemuiden met Psalm 43, vers 1, 3 en 4.
Luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van de vele verzoeken die binnenkwamen. Hartelijk dank voor het inzenden en het luisteren. Hopelijk vond u het niet te lang. Zo de Heere wil, hoop ik u bij de volgende uitzending weer te mogen ontmoeten aan uw toestel.